Nou ja, als we het droog houden, hoop ik op 37.000 bezoekers. Op de drinks uit mijn hoofd staan er ongeveer meer dan 80 kassa's en de food heeft meer dan 40 kassa's. Ik ga geen kassa draaien, maar ik kijk wel achter de schermen even hoe we ervoor staan. Dus ik zal daar wel af en toe even kijken van hoe het loopt. Mijn naam is Marja Kerstelt, ik ben festivaldirecteur van het Bevrijdingsfestival Utrecht. Op het Bevrijdingsfestival Utrecht zijn we nu pin-only, dus je kunt alleen maar met je pinpas betalen, wat eigenlijk overal wel gangbaar is. Destijds gekozen voor 12, omdat wij daarvoor nog met munten werkten en daar kwamen we er niet helemaal uit met de aansluiting, dus ik wilde graag naar een ander systeem overgaan. En kwam toevallig 12 tegen tijdens de winterspelen in Pyeongchang. En nou ja, sindsdien zijn we overgegaan op 12. We maken van 12 gebruik sinds 2018 uit mijn hoofd. Ja, nee, 2018. 12 ontzorgt ons doordat zij gewoon alles uit onze handen nemen. En eigenlijk gewoon zorgen dat alle kassatransacties gewoon vlot verlopen. Dat de storingen worden opgepakt. En de samenwerking is goed, snelle lijntjes en nou ja, we werken nu al een aantal jaar samen, dus we hoeven niet zo heel veel meer af te stemmen. Je kan nu veel beter inzien wat jouw geldstromen doen, dus op welke barren, welke omzet worden gedraaid, welke producten beter verkopen, welke niet. En je hebt meteen naar je festival gewoon een totaal overzicht en alles klopt.